Hallo, hier is Kingo met een update video. Het is een tijd geleden dat ik een update video heb gemaakt. Maar ik heb redelijk wat nieuwe dingen dat ik wil gaan vertellen en wat dingen duidelijk maken voor jullie en wat dingen vragen aan jullie. Dus ik dacht van, weet je wat, ik maak weer eens een nieuwe video. Dus dit is de update video van 14 oktober 2015. Dus ik zeg gewoon even de datum erbij, dat is wat makkelijker voor mij. En ja, het eerste waar ik het over wil hebben jongens is de nieuwe channel art op mijn kanaal. Zoals jullie misschien wel hebben gezien, als je een beetje hebt opgelet in mijn laatste video's en als jullie op mijn kanaal hebben gekeken en ook op mijn Twitter trouwens, dan zien jullie dat ik allemaal nieuwe dingen aan het toevoegen ben. Ik heb een nieuwe banner op YouTube, ik heb een nieuwe achtergrond bij Twitter, ik heb een nieuwe, outro. Ik heb bij mijn stream gebeuren, maar dat is al een paar weken of maanden geleden, is dat, heb ik ook laatst nieuwe livestream, screens toegevoegd van wanneer ik live ben en alles. En ja, dat ben ik dus nu bijna mee klaar. Maar het allerlaatste onderdeel hiervan, want ik wou dus gewoon mijn kanaal een verse update geven. Gewoon omdat sommige van die dingen, zoals mijn banner, dat heb ik echt al 3 jaar niet meer veranderd. Dus daarom dat ik even dacht van, even alles lekker vernieuwen. Mooi nieuw logotje erbij gedaan. En ja jongens, het laatste van deze nieuwe channel art en gebeuren, wat is er bijgekomen en wat ik voor het eerst ga laten zien in deze video, is mijn nieuwe intro. Het is weer eens tijd voor een nieuwe intro. Dus ik weet dat ik met deze intro niet zo heel erg lang heb, heb gedaan. Ik denk iets tussen een half jaar en een jaar heb ik hier volgens mij mee gedaan, als ik het goed heb. Maar de intro daarvoor deed ik iets van 2 of 3 jaar mee. Dus ik dacht van, ik wil nu weer eens een nieuwe intro doen, omdat ik denk, ik vernieuw alles. En als ik dan mijn intro niet zou doen, dat lijkt een beetje raar dan. Dus ik heb een nieuwe intro gedaan. Hij is met hetzelfde muziekje als mijn huidige intro, dus dat heb ik gehouden. Hij is ietsjes korter. En ik heb hem echt gewoon zo leuk geëdit. Ik vind het echt vet. En hopelijk vind je het ook leuk, jongens. Dus dat laat ik jullie dan nu eerst even zien voordat we verder gaan. Dus jongens, dit is vanaf nu mijn nieuwe intro. Oké, dan. Hopelijk vind je het een beetje vet. Ik vind het echt nice. Ik heb er iets van 6 uur aan geëdit of zo. En ja, sommige dingetjes, dat nam nogal veel tijd in beslag. Zoals het decoderen van al die letters. Dat de hele tijd heen en weer flikkerde, zoals je kon zien. Maar ja, ik vind het echt vet. Het doet me ook wel meer denken aan die eerste intro die ik zelf heb gemaakt. Ik vind hem echt vet. Hopelijk vind je het ook vet. En dat gaan we dus voor nu, ik denk ongeveer een jaartje gaan we dit nou houden. Ik denk dat ik 1 keer per jaar een nieuwe intro wil. Ik denk dat ik zoiets ga doen. Lijkt me wel wat beter. Om zoiets aan te houden. En ja, het volgende punt, jongens, is livestreams. Kingo, waarom heb je tijd geen livestreams meer gedaan? Nou, de belangrijkste reden daarvoor is, ik heb een paar weken geleden mijn computer een keer moeten resetten. En dan was ik al mijn programma's waren dus van mijn computer af. Dus ook alles waar ik gebruik voor livestream. En om te livestreamen gebruik ik redelijk wat verschillende programma's. Ik gebruik Foobar voor mijn afspeellijst van muziek. Ik gebruik 2 programma's voor streamen, het filmen en het streamen zelf. Dan gebruik ik nog een aparte voor eventuele donaties. En dat heb ik allemaal niet meer. Moet ik allemaal nog terugzetten. Ik weet, dat had ik al langer kunnen doen. Maar ik was een beetje lui. Dus dat is een beetje de reden waarom ik geen livestream heb gedaan de laatste tijd. En omdat het begin van het jaar is. Ik wil even een goede start maken. En dat heb ik nu. Dus ja, livestreams. Als ik alles weer goed aan de praat krijg. Dan zou het binnenkort moeten gaan beginnen. Ik verwacht als allerlaatste dat er van de herfstvakantie. En voor mij begint over de herfstvakantie over 1,5 week. Dat ik weer livestreams ga doen. Dus ja, hopelijk komt dat dan allemaal in orde. En dan gaan we nu door naar het volgende punt. En dat is muziek. Het is weer een tijd geleden dat ik een nieuwe song heb geüpload op mijn kanaal. De laatste die ik heb geüpload was van Make It Count. Dat is een remake van een oude song van mij. En sindsdien heb ik niks meer geüpload. Ik heb ook niet eens meer zo heel veel gedaan op mijn Soundcloud waar ik muziek upload en alles. En ja, voor degene als jullie daar vragen over hebben. Muziek is een van mijn hobby's wat ik zeg maar af en toe een keer doe. Dus net zoals ik heb met tekenen, ik teken ook wel eens wat manga, maar dat is hetzelfde als met muziek. En ik heb nog wel wat andere dingen, zoals bijvoorbeeld het maken van een map. Ik heb bijvoorbeeld 1 keer echt een hele map gebouwd en het was gewoon omdat ik toen echt in een periode van iets van 1,5 maand, 2 maanden, dat ik echt in de dingen zit van, oh, nu wil ik echt lekker veel hiermee gaan doen. Dat ik echt lekker muziek ga maken, lekker bezig gaan met een map maken, lekker van dat soort dingen doen, weer lekker iets tekenen, dat soort dingen. En ja, dat kan ik niet echt continu volhouden. Weet je, nu dit gaming, wat ik dus nu doe op de kanaal, is wat ik echt gewoon een van de weinige dingen wat ik echt lang kan volhouden. Hiervoor had ik dat ik domino projecten maakte op mijn oude kanaal. En dat, voor het geval dat je het wil weten wat het kanaal is, ik zet het in de beschrijving of anders laat ik het wel ergens zien. En de meeste dingen kan ik niet heel lang vasthouden. Dat doe ik een paar weken, een paar maanden vind ik het echt super vet en dan wil ik het niet meer doen.
Dus dat is een beetje mijn probleem wat dat betreft. En dat is ook de reden waarom op het moment niet echt veel muziek is. Misschien dat er dus over een paar maanden dat ik in één keer denk van, oh, nu heb ik weer zin. Ik heb wel wat beginnetjes gemaakt voor nieuwe songs, zeg maar. Maar die komen er nog niet echt. Of die zijn nog lang niet af. Het is maar gewoon een ideetje, dat soort dingen. Dus dat is iets waar ik... Waar ik nog wel een beetje aan... wat een beetje de vraag is van wanneer terug gaat komen. Ik kan niks beloven wanneer muziek terug gaat komen. Maar iets waar ik wel kan gaan beloven. En dat is dus het laatste punt op van deze video. Wat ik dus aan jullie wil vragen. Is uploadschema. Ik heb nooit een uploadschema gebruikt. Omdat ik het gewoon een beetje onhandig vind. En af en toe dan skip ik wel eens een dag en zo. En dan skip ik 2 dagen. Maar ik zit eraan te denken om misschien een soort van uploadschema te gaan doen. En in mijn geval een uploadschema is heel erg losjes. Dus het zal waarschijnlijk zijn een video tussen zo laat en zo laat. En dat kan misschien meerdere uren verschil zijn. En dan op die dagen. Dus ik ga niet bijvoorbeeld echt zeggen van op maandag om 8 uur precies upload ik die serie. Nee, dat niet. Dat is iets te veel voor mij. Maar ik wil wel een soort van uploadschema maken, zodat jullie weten wanneer ik upload. En mocht er dan iets aan de hand zijn, bijvoorbeeld ik kan iets niet uploaden, dat ik het op mijn Twitter kan zetten, zodat jullie het weten van tevoren waarom er geen video is vandaag. Behalve dat jullie dan soms moeten wachten, want soms zijn er inderdaad gewoon dagen waarbij ik het niet kan. En ik zat te denken om per week een video of 5 te maken, 5 video's per week. En daarmee bedoel ik het hele weekend of zo, en dan door de week 3 of zoiets. Zulke dingen, dat soort idee heb ik. Maar ja, dan wil ik dus aan jullie vragen. Wat vinden jullie daarvan? Zal ik dat doen? Moet ik dat doen? Moet ik het gewoon doen zoals ik het nu doe? Vinden jullie dat niet erg dat ik gewoon random video's upload terwijl je niet weet wanneer er in online komt? Misschien vinden mensen dat wel leuk dat het gewoon onverwachts komt. Maar ik weet niet. Dat is gewoon iets wat ik aan jullie wil vragen. Dus ja, dat is het dan voor nu jongens. Hopelijk hebben jullie een beetje genoten van deze update video. Nee, genoten. Hopelijk heb je er wat aan gehad aan deze informatie. Kan ik je eerder zeggen. En ja, vanaf nu gaan we dus een nieuwe intro gebruiken, een nieuwe outro. Maar dat was wel een paar video's. Bij... En ja, dus jongens, hopelijk tot de volgende video. Dat wordt dan wel een serieuze video. En dan zie ik jullie dan weer terug bij meer gaming. Dus jongens, bye bye en tot dan.